Hoi mensjes en welkom. Nee, niet welkom, dat vind ik niet leuk om te zeggen. Hé, we moesten toch links? Mag dat? Ja, naar links. Ik ben met Jill in de auto. En... Oh jezus, ze wordt ongemakkelijk. En ik ben in Amsterdam, of wij zijn in Amsterdam. En we kunnen het niet vinden. Over hoeveel... Ja, 100 meter links afslaan. Ja, we blijven maar gaan. Ik begrijp het echt niet hoor. Ik vind in Rotterdam toch wel zoveel makkelijker allemaal. Eerlijk? Ja, vind ik ook. Zeker wel. We gaan naar de collectielancering van Nicolette van Dam. Ik was vorige keer ook al naar haar kindercollectie gegaan. En dit is een partycollectie. Maar volgens mij is het ook mini-me. Dus ook... je kan het, ja, dus zeg maar kan je moeder en dochter aandoen. Oh. En ik zei net al tegen Jill, ik had volgens mij al... een paar items samples gezien op de vorige, bij de vorige kindercollectie. Maar we zijn het dus eerst nog eens even aan het zoeken. Dat is dus wat we bedoelen. Al die fietsjes hier ook. Al die fietsen. Het is dus in een hotel. Hotel, wat zei ik nou? Brood of zo? Ik weet het echt niet meer. Nee, droog. Of, nou, ik weet niet. Het is in een hotel. Dus we gaan het even zoeken. En dan zien jullie ons zo. Later. Is absoluut. Wat een topteam is dit. En we gaan knallen met elkaar. In ieder geval, de toon is gezet dat jullie er zijn. Dank voor jullie komst. Shit. We keep dancing with the devil, but he doesn't have a back, no. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 Wij zitten weer in de auto. Kunnen wij even hebben over hoe wij kwamen daar? Nee, daar willen we het nooit meer over hebben. Ai, ai, ai. Dit is gewoon weer echt typisch. Ja, dit was zo... Dit was echt heel naar. Dus de vorige keer was ik naar haar kindercollectie geweest. En ik heb daar ook een vlog over gemaakt. Ik zal die even linken hier als je die wil zien. Maar toen was het dus... helemaal niet zo formeel. Ik had ook juist toen het gevoel dat ik te... hoe noem je dat? Te netjes aan had. En nu heb ik dus deze blouse aan. En even kijken hoor. Legging en witte sneakers. Om het even goed te laten zien. Zo. Dit heb ik dus nu aan. Dus ik dacht, ja weet je, dat kan wel. En we waren dus... We konden het maar niet vinden. We konden het maar niet vinden. En toen was er, wat was het nou? Was het een verhuiswagen? Was het een iets wat het was iets moest wat afleveren? Stond, waardoor we gewoon er met geen mogelijkheid doorheen kwamen. We konden er gewoon niet voorbij. Dus wij waren uiteindelijk heel veel te laat. Echt veel te laat. Dus was de vrouw... Een half uur of zo, denk ik. Ja, ik denk het ook. Dus die vrouw, die... Linda, moet ik Linda zeggen? Lin. Nou, Linda, die had mij, ik had haar dus gebeld en gezegd dat ik later zou komen. En zij zegt, ja, kom maar, nee, je komt. Dus ik dacht al, oké, het is niet erg. Nee, eerlijk, dacht jij dat ook niet hoe zij reageerde? Ja. Ik dacht ook. Ik zat ook echt wel heel relaxed in de auto daardoor. Ik zat ja, op de fokken. Maar ook toen we aankwamen, ze zei, hoi, nou kom, we gaan naar boven. En het was ook niet, want bij de vorige collectie had je heel makkelijk, rustig naar binnen kunnen gaan. Ook al was het begonnen, dan had niemand je aangekeken. Nee, echt serieus. Hier was het net even anders. Beetje hoor, beetje maar. Oh my god, dus wij komen binnen. Linda laat ons binnen. Die is gelijk weg. Linda was gelijk weg. Linda die schuift ons naar binnen, trekt de deur achter ons dicht. En we staan daar, het was een hele kleine kamer. Ik denk 3 of 4 tafels. Ja,
Ja, met lange tafels. Ja, wel lange tafels, maar dat past er zeg maar in. Shownieuws of Boulevard, een van de twee, stond daar te filmen. Hun zijn die speech aan het doen van de collectie. De modeshow is al geweest, uiteraard. En iedereen kijkt ons aan. Ja. Het was naar. Ja, het was heel naar. Gelukkig, daar had Linda wel een punt. De aandacht ging wel gelijk... Nee, zie je, dan was Linda niet weg, want ze wist dat. De aandacht was wel heel snel weer... Weet je trouwens waar je naartoe moet? Of rij je zomaar? Nee, ik heb een navigatie aan. Oh, oké. Dus dat was dan weer wel, maar het was wel weer een binnenkamer, hoor. Man. Toch? Was wel naar. Ja, het was gênant. Het was wel echt naar. Oké, wat een ellende is er net gebeurd. Zoals jullie in een andere video zullen zien, ben ik bezig om mijn muurtje te verbouwen. En nou heb ik net verf gekocht. En alles is naar beneden. Ja, je hebt het niet gezien. Ik wou te veel tillen en het is gewoon allemaal echt... Oh, ik ben zo geïrriteerd. Ik ben echt intens geïrriteerd. Ik ga het wel even laten zien aan jullie. Echt, ik ken het gewoon. Al mijn verf op de grond. Mijn mensjes, ik zit in de auto zo. Ik lijk wit door dit licht. Heftig. Ik zit in de auto met Joos. Wij gaan naar... een feestje in Amsterdam. En ik weet niet zo goed. Het is misschien heel stom, maar ik spreek het volgens mij elke keer verkeerd uit. Ik zei altijd excite, maar het is dus excite. Zeg Joost net. Ja. Dank je. Dus wij gaan daar nu naartoe. En ik ben benieuwd. Want ik weet niet. Het is dus in Artis. En ik ben dus... Ja, ik weet niet waarom ik er bang voor ben. Weet jij hoe laat het is? Hebben die naar vrouwtje gezien? Nee, want er kon niet, want de auto was toch uit. De auto moet toch uit. Ga rij gewoon via Utrecht, dan zoek ik hem zo terug. Ze zijn artis, dus ik ben bang dan dat ze dieren zijn. En slangen. Als ik een slang zie, durf ik niet naar binnen. Nee? Zo vroeg, wat doen we van tevoren? Nee, maar dan weet je dat, hè? Dan gaan we gelijk weer weg. Ja, dan is er niks aan te zoeken. Maar ik hoop dus dat het niet zo is. Dus ik ben benieuwd. We gaan nu rijden. We lopen dus nu in het donker in Artis. In het donker. Het is heel raar om in het donker een dierentuin te zijn. Vind je dat niet? Ja, het is wel de aap hier. Oh my god. Ik schrik gewoon in de pan. Wat? Maar we moeten dus... Nou ja... Niemand aan het vallen. Ja, het is dus echt pikken donker. Gewoon... Hey. Wat? What the fuck doe je, Joost? Ik wil gewoon peper op. Oh my god, je hebt fucking gelijk. Wat voor beesten zitten hier? Hè? Dat is een groot konijn. Is dat een konijn? Dat is een groot konijn. Jezus, man. Wat zat een lama's of zo? Zo, dit is eng. What the fuck? Hoor je dat? Oh my god. Het is dus gewoon best wel eng. Je hoort allemaal geluiden. En dat zijn geluiden waar... Kikkerlaan! Maar het is dus best wel eng. Ik had niet verwacht. Oh my god. Dit is zo gek. Wat zijn dat? Ik weet het niet. Nee, af. Hè? Die af hier. Jezus. Oh my god, het is zo fucking eng. Het is echt bizar dit. Ja, help! Nee, even serieus, Joost. Doe even normaal. Nee, Joost, laat me niet alleen. Ik heb heel die avondslag gebracht, die mogol. Nee, Joost, kom hier. Oh my god. Nee, dit is echt niet grappig. Joost, ik vind dit echt niet leuk.
Jullie hebben hier ook helemaal niks aan, want je ziet mij niet. Hij is nu verstopt, hè. Ik vind het echt niet leuk. Joost, hou op nu. Wat een kut, jong. Joost. Nee, ik vind het niet meer leuk. Joost, echt, ik zweer het. Ik vind het echt niet grappig gewoon. Hij is echt weggerend. Dit is echt heel eng. En ik heb geen telefoon. Ik heb geen zaklamp, want hij heeft mijn telefoon. Ik durf gewoon niet. Joost, even serieus. Kom nou, ik vind het niet leuk. Joost, hou op. Je bent echt vreselijk. Ja, je staat gewoon te wachten. Wat een kutjong ben je. Oké, okay, ik ga die camera weer weg en ik ga verder lopen, want het is ongeveer 10 minuten. Het is ongeveer 10 minuten. Ik zag iets lopen hier. Ja, dan even rusten. Ja. Wij zijn nu in de tweede Hornbach, omdat de Horn... Doe eens normaal. Doe normaal. Nee, even serieus, ruim het op. Omdat de ene Hornbach het nodig vond om zijn verfmachines al 10 minuten van tevoren uit te zetten. Dus we konden geen verf halen. Dus we zijn nu naar Alblasserdam gereden. Om daar mijn verf te halen. Die zijn tot 8 open, dus dat is top. Dus wij gaan even nu verf kopen, toch niet? En daarna even naar de IKEA. Okay. Ik kan echt serieus, ik ben er kwijt. Ligt ze hier. Ik kan echt serieus nooit normaal met het kind shoppen gewoon. Ik moet even mijn complimenten geven aan Hornbach Alblasserdam. Want ik ben dus, ik weet niet of ik dit net al had gezegd, volgens mij wel. Maar we waren dus naar de Hornbach in Capelle aan de IJssel. En of ik weet niet of het Capelle is, maar volgens mij wel. En daar vonden ze, in, ik heb dus zoals jullie weten al mijn verf op de grond laten vallen. Dus ik wou nieuwe verf halen. Snel ben ik daar naartoe gereisd. Hadden hun dus al veel te vroeg die verfmengmachine uitgezet. Kijk, ik snap het. Ik heb ook altijd in winkels gewerkt. Als je alles al afsluit, dan is dat fijn. Want je verwacht misschien niet dat mensen in de laatste 10 of 5 minuten nog verf komen mengen. Maar ja, als dat dus wel het geval is, dan is dat dus wel heel vervelend. Dus ik kwam gewoon hier, want deze was de enige die tot 8 uur was. En toen vroeg ik aan hun van, joh, hoe doen jullie dat? Is dat bij jullie ook gebruikelijk? Dat jullie zo vroeg van tevoren de mengmachine uitzetten. En toen zei ze, nee, nee, dat mag bij ons niet. Er zijn speciaal mensen ingeroosterd tot kwart over. Zodat als er dus nog laatste moment klanten zijn, dat ze dan hun kunnen helpen. Dus daarmee was het eigenlijk klaar. Toen zei ze van, en toen zijn eigenlijk ik en Celine even naar de kerstafdeling gegaan. Toen kwamen we terug. En toen heeft ze me dus 10 euro korting gegeven. Hoe duur was het? Het was eigenlijk 17 euro, 2,5 liter. En nu zo was 7 het, euro maar. Nu was het maar 7 euro, of 17,95. Dus nu was het maar 7,95. En ik vroeg er helemaal niet om. Dus dat vond ik echt hele goede service. Toch? Hoi mensjes, jullie zullen wel denken, wat ziet ze eruit? Ik ben dus ik ben bij de kapper nu. En eigenlijk is dit dus al een dag, nieuwe dag. Of tenminste, voor een nieuwe weekvlog. Alleen, ik ben dus nu aan het editen hier. En ik kom erachter dat ik helemaal de video niet heb afgesloten. Dus bij deze ga ik dat nog even doen. Zoals jullie zien, zien jullie in de volgende video hoe mijn haar is geworden. Aangezien ik het aan het verven ben. Maar in ieder geval, ik ga de video dan nu afsluiten en ik zie jullie volgende week weer. Doei doei!